Een hele goede avond. Je luistert naar aflevering 2 van Dossier Mastenbroek. Het is maandag 26 september 2016. Het is een paar minuten over zes. En dit uur gaan we uitgebreid praten over het syndroom van Down. Hoe is het gesteld met passend onderwijs voor deze bijzondere groep kinderen? En wat als je bij de geboorte te horen krijgt dat je kindje Down heeft? En rust er nog steeds een taboe op Down? Nou, ik denk van niet, maar dat blijkt toch heel anders te zijn. Straks spreken we met Bertina Slager. Moeder van de tweeling Siep en Arie. Siep is geboren met Down en Bertina geeft antwoord op alle vragen en zal tevens uitleg geven over de passend onderwijspluim waarvan ze initiatiefneemster is. Dit is Tot 8 uur, Dossier Mastenbroek. Amy McDonald op de radio. Dit is Dossier Mastenbroek. Elk jaar worden er zo'n 275 kinderen met het Down-syndroom geboren. Boven alles staat natuurlijk het geluk van deze kinderen en een eigen plekje in onze maatschappij te verkrijgen. Om dat voor elkaar te krijgen is onder andere passend onderwijs ontzettend belangrijk. Aan de telefoon Bertina Slager, de moeder van Siep. Siep is inmiddels 10 jaar en heeft Down-syndroom. Goedenavond, Bertina. Goedenavond. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen, mochten mensen dat niet weten. Maar kun je nou nog eens uitleggen, wat is nou precies het syndroom van Down? Ja, als ik het technisch moet uitleggen, heb ik daar zelf best wel moeite mee. Het is eigenlijk een genetische variatie die inhoudt dat T21 is de trisomie die van toepassing is op mensen met Down-syndroom. En ja, dat houdt in dat ze daardoor op sommige ontwikkelingsgebieden trager zijn. Dat ze soms moeite hebben met bepaalde onderdelen om te leren. Maar dat is eigenlijk wat Down-syndroom zeg maar, echt betekent als je daarmee geboren bent. En dan zou je een geneticus moeten vragen hoe dat precies ontstaat. Ja, want om het even helder te maken, jij bent de moeder van een tweeling van Siep en Arie. Ja. En wanneer kwam je erachter dat er met Siep iets aan de hand was? Eigenlijk na 2 dagen zag ik dat hij Down-syndroom heeft. En dat is met een bloedtest bevestigd. Ja, wat waren dan de elementen waaraan jij zoiets had van het klopt niet helemaal? Ik zag het aan zijn ogen. En hij voelde anders dan zijn broertje. Hij voelde wat zachter en verschilde hij van zijn broer. Want als ik het goed begrijp, zie je dat dus niet direct na de geboorte. Hè? Want kinderen met Down hebben natuurlijk wel bijzondere uiterlijke kenmerken, maar dat zie je dus niet direct. Nou, soms wordt het wel gezien, soms niet. En baby's zien er soms best wel verfrommeld uit als ze geboren worden. En er zijn wel testen afgenomen die elke baby krijgt. En daar heeft hij gewoon op gescoord. Dat heet de APGA-score. En op dat moment in het ziekenhuis naar de bevalling is het niet gezien. Niet door de medici, zeg maar. Maar jij dacht dus, ja, de geboorte te hebben gegeven aan 2 gezonde kinderen. En dan hoor je dat. Wat gebeurt er dan met je leven? Dat moet op zijn kop staan. Ja, ik wist heel weinig van Down-syndroom. Dus we waren wel heel onzeker over veel dingen. Die eerste weken waren wel weken vol onzekerheid. En we hadden wel direct, we gaan ervoor. Maar het was toch wel een beetje een valse start. Ja, hoe heb je je daar overheen kunnen zetten om uiteindelijk dan toch te denken van weer schaf en das, we gaan ervoor? Ja. Hoe kun je dat? Ja, ten eerste heb je natuurlijk gewoon je kind bij je gedragen tijdens de zwangerschap. En als het geboren wordt heb je gewoon je babytje in je armen. En waar je natuurlijk direct van houdt, verliefd op bent eigenlijk. Ja. Dat geeft ook kracht. En het is ook wel heel belangrijk hoe de omgeving reageert. We hadden een hele fijne kinderarts die ons gewoon heel positief aan de hand meenam. Dat heeft echt enorm geholpen. Die gun ik eigenlijk iedereen die bevalt van een kind met Down-syndroom. Ja, want is dat een toevalstreffer geweest? Want krijg je normaliet ondersteuning vanuit de overheid of vanuit het ziekenhuis? Of moet je het eigenlijk allemaal zelf maar een beetje uitdokteren en uitzoeken? Ja, het is, eigenlijk hangt het wel heel veel aan toeval vast. Aan toevalligheden. Want ik ken ook een verhaal van een vrouw die ook bevallen is van een tweeling. Waar de artsen rond haar bed stonden en zeiden, we hebben voor jou een hele ernstige mededeling. Dus zij dacht minstens dat haar kind was overleden. Die open, neutrale communicatie, daar kan nog wel wat aan verbeteren. Ja, we zijn inmiddels zo'n 10 jaar verder. Maar tegen welke dingen liep je nou aan in het begin? Is de verzorging van een Down baby, om het maar even zo te zeggen, nou anders dan een normale baby, een gezonde baby? Ja, het was voor Siep wat lastiger om te drinken door zijn mondmotoriek.
Maar daar krijg je steun bij. Dat is net zeg maar, wat de kinderarts, die heeft ons echt een hand meegenomen. Die heeft een prelogopediste aan ons voorgesteld. Een fysiotherapeut. Dus je kunt eigenlijk heel snel al die eerste maanden heel veel bereiken. Dus dat was heel fijn. Alleen toen hij wat ouder werd, wilden wij graag Siepenaar inschrijven bij een kinderdagverblijf. En toen ervaarde ik wel opeens dat vanuit onwetendheid rare beslissingen worden genomen. Dus een van de 5 kinderdagverblijven, daar was Siep niet welkom. En hebben ze zeg maar ongezien hem geweigerd, terwijl hij geen medische problemen heeft. Nee, want het uitgangspunt is natuurlijk om je kind met Down zo normaal mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. En dan krijg je een stukje scholing en onderwijs. En dan loop je dus tegen bepaalde dingen aan. Hij is uiteindelijk wel op een normale school beland. Daar komen we straks bij. Maar het had heel wat voeten in de aarde. Hè? Heb je veel kinderdagverblijf aangeschreven? En wat kreeg je dan te horen? Ik heb gebeld. En ik zei zelf van tevoren dat een van de twee een Down-syndroom heeft. Er werd eigenlijk dan toch direct gezegd, oh nee, dat kunnen wij niet. En terwijl ze, ik kwam niet een pakketje met problemen brengen. Ik kwam gewoon een peutertje brengen. Of een dreumes is het dan, geloof ik nog. Want waar waren ze bang voor? Is dat dan toch dat stukje taboe dan nog, de onwetendheid? Ja, ik denk dat er heel veel onbekend is. En ze kunnen niet op de basis van de informatie die ze hebben, maken ze deze beslissing. Dus er is gewoon nog veel werk om die informatie te verbeteren. Nou denk ik dat mensen die zitten te luisteren, die denken direct, maar waarom zou je dan willen dat Siep naar een normale school gaat? Ja. Is er op speciaal onderwijs niet meer zorg en aandacht voor kinderen met Down? Dat is op zich een begrijpelijke vraag natuurlijk. Ja, klopt. Wij kwamen dus achter dat Siep zich gewoon kan ontwikkelen. Juist als je hem gewoon natuurlijk aanbiedt wat elk kind nodig heeft. En meedoen met andere kinderen. En ook gewoon vriendjes krijgen in de buurt. Dus dat was voor ons heel belangrijk. Voor het welzijn, welbevinden en voor zijn ontwikkeling. Hè? Een taalrijke ontwikkeling voor zijn taalspraak. En daar willen we ook heel graag in de buurt een school voor hem vinden. Ja, wat is dat toch iets wat op speciaal onderwijs dan toch minder... Is daar minder aandacht voor? Voor lezen en schrijven en dergelijke? Nou, daar is wel aandacht voor. En daar hebben ze ook eigen methodes voor. Maar we vonden het stuk integratie in de buurt ook heel belangrijk. Ja, want wat kunnen de positieve punten zijn van passend onderwijs voor kinderen met Down? Ja, eigenlijk voor alle kinderen. Hè, dat er dus eigenlijk als iemand makkelijker leert lezen met een bepaalde methode, dat hij in de klas kan komen. Dat geldt ook voor rekenen. Dat er een fysieke plek is om soms alleen te kunnen werken of onder begeleiding. Dus materiaal, tijd en geld natuurlijk. Maar die leerplekken die zijn op zich niet duurder dan de leerplekken op een ZMLK. Dus eigenlijk wordt kennis en ervaring wel een beetje versnipperd. Want mensen die op een ZMLK werken of speciaal onderwijs, die hebben natuurlijk ook heel veel kennis. En er wordt nu eigenlijk wat meer gedeeld. En je ziet dus dat leerkrachten toch ook wel steeds meer openstaan om vizier te verbreden. En als dat dan uiteindelijk lukt, jij roemt scholen die het, is misschien een groot woord, maar het aandurven. En daarvoor heb je de passend onderwijspluim in het leven geroepen. Wat houdt dat in? Ja, dat houdt eigenlijk in dat scholen die hun best doen om een kind met open armen te ontvangen en te kijken hoe ze zo constructief mogelijk onderwijs kunnen regelen rond het kind. Die verdienen eigenlijk wel een pluim, vond ik. Ik had zelf goede ervaringen met de school. En ik merkte binnen de groep waar ik op Facebook zit, waar 1200 moeders hun ervaringen delen, al een kind met Down-syndroom, dat er meer scholen zijn die zich zo inzetten. En toen dacht ik, er moet eigenlijk aandacht voor zijn. En toen heb ik de passend onderwijspluim bedacht. En die wordt wel geregeld uitgedeeld aan scholen. Hoeveel pluimen heb je al uitgereikt? Ja, dat heb ik eigenlijk nog niet geteld. Maar er is een Facebookpagina waar het op gedeeld wordt. En daar kun je het zien. Want mensen kunnen het gewoon in het land ook aanvragen. Hè, om dat zelf uit te kunnen reiken. Ja, ze kunnen bij mij aanvragen. En ze kunnen dan zelf de uitreiking regelen. En dan hoop ik zo feestelijk mogelijk. Met zoveel mogelijk aandacht. Dat andere mensen ook kunnen zien van, er is eigenlijk heel veel mogelijk. En dat het niet alleen maar een extra belasting is, maar dat het juist ook heel veel brengt. Want wat zou je nou tegen directeuren en leraren willen zeggen die toch nog twijfelen, die denken van, ik vind dat misschien wel eng en dat kost me heel veel tijd?
Ja, het begint eigenlijk al met de opleiding, hè? Dat de PABO's het stuk meenemen van passend onderwijs. Het liefst nog natuurlijk inclusief onderwijs, maar dat is weer een stap verder. En dat de directeuren ook hun leerkrachten ondersteunen in het verkrijgen van kennis, tijd om bij te scholen. Want we hebben natuurlijk niet alleen kinderen met Down-syndroom. Er zijn ook kinderen die een vorm van autisme hebben, die misschien op een bepaalde manier aandacht vragen en begeleiding. Ook bij hun gedrag of op een andere manier van leren. En als dat wat meer, wat minder voelt als een extra belasting, maar dat we juist heel veel kunnen leren van elkaar daarin, ook van de kinderen kunnen leren, dan komen we een heel eind. Want dat kan nog veel treuriger. Er zitten ook echt, ik heb nog wat onderzoek gedaan hier naar voren, dat er duizenden kinderen ook gewoon thuis zitten. Ja, die gewoon geen passend onderwijs hebben. Ja, er zijn duizenden thuiszitters. En daar zet nu ook de ex-ombudsman zich voor in, hè, ja. Kinderombudsman. Om dat onder de aandacht te krijgen. Siep is nu 10, zit nu op een gewone eind oktober, ja. Reguliere basisschool. Uiteindelijk gaat het niveau misschien is te hoog. Wat is de daginvulling nu op dit moment? Ja. Ja, nou, ik weet dat ouders, dat er mensen zijn die zich nu inzetten om het vervolgonderwijs ook uit te breiden. Dat niet elk kind met Down-syndroom uiteindelijk bij praktijkonderwijs terechtkomt. Maar dat er meer keuze is in om gewoon vervolgonderwijs te volgen. Anders dan praktijkonderwijs. En ik hoop dat als Siep van scholen dat ze een heel eind zijn. Maar we nemen kleine stapjes en we zien tegen die tijd wel hoe dat gaat. Elk kind heeft natuurlijk dromen en idealen. Wat wil Siep graag worden? Waar liggen zijn talenten? Nou ja, zijn talenten liggen wel heel erg in het vermaken van mensen. En het verzorgen van mensen. Hij heeft heel veel aandacht voor als iemand binnenkomt om wat aan te bieden. En hij heeft echt oog voor zijn omgeving. Dus ik denk iets waar een gast hier rol in zit, dat hij dat wel heel leuk vindt. Hoe lang kan hij nog blijven op deze basisschool? Ook gewoon tot zijn 12 jaar? Ja, we gaan ervan uit dat we blijven faciliteren om dat mogelijk te maken. Kijk, zijn welzijn staat voorop en tot nu toe gaat dat heel goed. En is de periode daarna, is dat toch wel een beetje een zorg? Of heb je al een middelbare school op het oog waar dat wellicht bij jullie in de buurt mogelijk is? Ja, ik droom daar natuurlijk wel eens stiekem over. Ja. Maar zo ver durf ik eigenlijk nog niet te denken. Nee, nou is er ook wel een gebrek aan informatie, ook naar ouders toe. En dus ook dus naar leraren en schooldirecteuren. Nou wordt er gewerkt aan een documentaire, vertelde je mij, door Angela Lucas uit Den Haag. En die documentaire heet Als ik dit vooraf had geweten. Ja. Het is een confronterende vraag, maar in dit geval wel een goede insteek natuurlijk voor omgang met Down. Wat is het idee achter die docu? Nou, zij heeft zelf de eerste periode van haar zwangerschap, of toen zij moeder is geworden van haar zoontje met Down-syndroom, heeft zij zich ook heel onzeker gevoeld. En dat hebben eigenlijk heel veel ouders gehad, omdat een heel stuk informatie mist van hoe het leven dan eruit zou kunnen zien met een kind met Down-syndroom. En dan komen we er eigenlijk achter dat het niet heel erg verschilt van andere gezinnen. En soms heb je misschien ergens meer zorg, maar dat hebben ook gezinnen met kinderen die geen Down-syndroom hebben, maar misschien andere dingen waardoor het soms even wat zwaarder is. Dus zij wil eigenlijk een documentaire maken en veel verschillende ouders aan het woord laten van, goh, hoe ziet jullie leven eruit? Wat zijn de factoren in jullie leven waardoor het zo eruit ziet? En om daar eigenlijk een stuk onzekerheid weg te halen. Dat het allemaal niet heel zwaar is. Hè. Er wordt nu toch een soort doemscenario gecreëerd boven de hoofden van mensen met Down-syndroom. De overheid noemt het ook een risico. Hè? Als je nu ouder dan 36 bent, dan val je in een risicogroep. Ja, dat geeft eigenlijk allemaal een hele negatieve boodschap. Ja, want jij bent ook actief voor de Down Pride. Omdat je vindt dat de overheid veel in negatieve termen spreekt over Down-syndroom. Je geeft jezelf al aan. En je noemt zelfs termen als stigmatiserend en discriminerend. Ja. Wat is er allemaal aan de hand in Den Haag? Ja, nou, eigenlijk weten niet heel veel mensen, als je een kind met Down-syndroom hebt, hoe ver dat eigenlijk reikt. Hè? Het stigmatiserende effect van het prenataal beleid, het screeningsbeleid. Maar kijk, eigenlijk is het zo dat we heel erg gewend zijn om te screenen inmiddels op Down-syndroom.
Dat is een paar jaar geleden gestart. Eigenlijk 40 jaar geleden is dat begonnen, de prenatale diagnostiek. En iedereen is eigenlijk gewoon meegehobbeld van, oh, we kunnen Down-syndroom detecteren en nog wat andere dingen. Maar het boegbeeld in de test is toch wel het Down-syndroom. En heel veel artsen hebben zich ook ingezet voor een beter leven voor mensen met Down-syndroom. De hartoperaties die slagen meestal. Er is veel meer bekend over het bevorderen van de gezondheid. En dat is eigenlijk de paradox. Dus er is heel veel verbeterd in het leven voor mensen met Down-syndroom. Inmiddels weten we dat ze ook kunnen leren schrijven en lezen. Er zijn allerlei programma's voor. En aan de andere kant blijft nog steeds de term ernstig leed als je het hebt over Down-syndroom. En dat beeld, ja, dat moet echt wel veranderen. Daar zou de overheid eigenlijk een voortrekkersrol in moeten nemen. Dat kan natuurlijk ontzettend kwetsend zijn als op het moment dat je dat hoort op televisie of iets dergelijks. Waar loop jij daar in het dagelijks leven tegenaan? Ja, nou, het is eigenlijk best wel. Ik ben nu dus bijna 10 jaar verder dat ik geregeld moet beantwoorden de vraag: wist je het van tevoren? Nou, vragen ze ook waar de kinderen bij zijn. Ja. Eerst kon ik nog zeggen van, nou ja, ze vroegen of jullie tweeling waren. Hè, dat kinderen dan vragen: wat wist je van tevoren? En dan komt de vervolgvraag, waarom heb je niet gekozen voor abortus? Nou, dat zijn toch echt dingen die je niet wil bespreken waar de kinderen bij zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje vreemd. Maar dat is nu eenmaal zo dat je kan testen doen. En ik beantwoord die vragen ook wel gewoon. Alleen het is toch, het geeft een soort sluier over je leven. Van, oh ja, continu het bewustzijn van, hij hoeft er eigenlijk niet te zijn. En Siep is niet doof en zijn broer ook niet. Dus dat is best wel een heel raar. Hè, daar wil je toch eigenlijk een beetje voor beschermen. Van ja, er bestaan nu eenmaal testen. Dus jouw broertje had er niet hoeven zijn of jij had er niet hoeven zijn. Dat voelt best wel een beetje gek. Nee, maar het negativisme uit Den Haag heeft jezelf daartoe bereid gevonden om zelfs te gaan protesteren op het plein. Ik weet niet, is dat aanstaande of is dat al geweest? Nee, morgen is er een grote bijeenkomst op het plein. Ik ben daar namens Down Pride. En Down Pride is een groep mensen die zich inzet voor de mensenrechten van mensen met Down-syndroom. Al voordat ze geboren zijn. En we willen eigenlijk wel aandacht vragen voor de rol die de overheid neemt. En nu zeker ook nu de NIP vanaf volgend jaar breed ingevoerd gaat worden. Van, let erop, wat doe je met de informatie? Hoe wordt er gecounseld door gynaecologen, verloskundigen? Is dat neutraal? Of op welke basis van welke informatie doen zij dat? Het is natuurlijk heel persoonlijk. Ik ben een groot voorstander van de vrije keuze om wel of geen testen te doen tijdens je zwangerschap en waarop je wilt testen. Maar dat moet wel echt dan op basis van actuele informatie en misschien contact met ervaringsdeskundigen. Dus dat is wel heel complex. Dat kan je niet ook in 5 minuten met elkaar bespreken. En jullie hebben zelfs een zwart boek aangeboden. Was in dit geval misschien niet echt een gepaste titel, want het is eigenlijk een boek met hele mooie verhalen over kinderen met Down. Ja. Wat vinden we daar allemaal in terug? Nou, we hebben uiteindelijk, want we hebben natuurlijk allemaal individuele verhalen, maar we dachten, we moeten het verzamelen. Anders komt het toch niet helemaal binnen bij mensen. Allemaal ervaringen van ouders die een kind hebben met Down-syndroom, waar ze tegenaan lopen. En zij vinden eigenlijk wel dat niet de kind de beperking is, maar wel de omgeving. Dus je kan ze niet inschrijven in het dagverblijf. Scholen doen weigerachtig. Of je moet na 2 jaar alweer vertrekken. Dus er is dus best wel veel, ook sportverenigingen. Hè? Het is eigenlijk, van kinderen met Down-syndroom heel snel in een soort segregatie terecht. Die wordt dan met een bus opgehaald en naar school gebracht. Ja. Die komt dan weer later thuis. Dus ontwikkelt geen vriendschap in de buurt. En ja, er zouden eigenlijk scholen zijn eigenlijk de basis van het leven. Laat iedereen naar dezelfde scholen gaan. En de schoolgebouwen er ook op aanpassen. Om ook de thuiszitters, de mensen misschien met een vorm van autisme of die een chronische ziekte hebben die het ook belemmert om naar school te gaan. Laten we nou het geld en de kennis en de ervaring inzetten om iedereen een plek bij elkaar te bieden. Ja, kun je het eigenlijk afdwingen op het moment dat je het voor de rechter brengt? Dat een schooldirecteur zegt van ja, wij gaan toch niet in zee met een Down-kind in de klas. Kun je het dan echt hoog opspelen? Nou, dit is een hele moeilijke, zware weg. Er is een advocaat, weet ik, Katinka Slump, die zet zich heel erg in op dit gebied. En niet alleen voor kinderen met Down-syndroom, maar juist ook kinderen met een andere vorm van autisme. Down-syndroom is geen autisme, maar of wat dan ook. Dat is echt een zwaar gevecht.
Ja, scholen hebben altijd een achterdeurtje. Ja, ik kan me ook voorstellen, op het moment dat je dan natuurlijk een rechtszaak hebt gevoerd en het gaat uiteindelijk door, je krijgt groen licht, dan is de sfeer natuurlijk ook wel een beetje verpest. Ja, dan is de sfeer ook verpest. Ja. Liever bij voorkeur in eerste instantie natuurlijk met open armen. Op het moment dat een ouder zich meldt. Ja. Het uitwisselen van informatie is ontzettend belangrijk. Daar hebben we het net al een beetje over gehad. De Downmoeders hebben zich verenigd op Facebook. 1200 moeders zelfs. Waarom alleen maar moeders? Er zijn ook vaders natuurlijk. Er zijn ook vaders, ze zijn er tussendoor geglipt. Nou, de ervaring is eigenlijk dat vrouwen veel meer behoefte hebben om allerlei zaken met elkaar op die manier te delen. En dat vaders lezen misschien wel mee, maar die zetten toch niet zo heel snel iets erop. Dus er zijn er wel een paar. Ja. Wat is er zo handig aan dat collectief? Kun je zo'n voorbeeld noemen van dingen die dan toch even snel worden uitgewisseld? Ja, je kan eigenlijk heel snel, als je een vraag hebt over wat dan gerelateerd is en je legt het neer, dan heb je gewoon veel reacties met antwoorden waar je iets mee kan. Dat kunnen hele praktische dingen zijn, maar ook hulp om te gaan met de school die misschien opeens de andere kant opgaat. Dat soort dingen kunnen. We zijn niet meer afhankelijk zeg maar, van één arts of één juf. Hè. We delen met elkaar heel veel kennis. Waar moeten mensen op zoeken op het moment dat ze denken, dat vind ik een handig initiatief, dat collectief. Het is natuurlijk alleen maar bedoeld voor moeders met een Downkind. Ja. Waar kunnen ze dat vinden? Het heet D-mama's op Facebook. En dan kunnen ze een lidmaatschap verzoek doen. Want er worden ook hele vertrouwelijke dingen gedeeld. Ja. Ook over reacties uit de omgeving, van familie, teleurstellingen. Het is best een heel intiem gebeuren. Tot slot, mensen, schoolbesturen, wijkbewoners die het lastig vinden om contact te maken met kinderen met Down. Ze maken zelf natuurlijk altijd heel snel makkelijk contact, maar mensen zijn daar toch wel altijd een beetje wat huiverig voor. Wat is nou een gouden tip om toch dat laatste stukje taboe, dat trappen we hier gewoon in deze uitzending gewoon eens even de deur uit? Ja, nou ik had wel een mooi voorbeeld dat ik een keer een oppas had. Die ging een potje pesten met mijn kinderen en op een gegeven moment ziet die speelt wel graag vals. En toen kwam ze aan mij vragen of ze daar iets van kon zeggen. En dan kan ik altijd vergelijking trekken van wat zou je tegen Arie zeggen? En zei ze, dan zou ik wel zeggen, wil je niet vals spelen? Dus, dat kun je bij Siep ook gewoon. Dus, je kan gewoon schatten mens op waarde, elk mens. Niet onderschatten, niet overschatten, gewoon op waarde. En ga er gewoon open in. Blijf jezelf en doe maar gewoon. Dat raakt de boodschap. Ja. Ontzettend bedankt voor je openheid en voor je informatie. En, jij ook bedankt. Ja, wellicht in de toekomst, mochten er nog acties op poten staan op het plein en blijft het toch noodzakelijk te zijn, dan komen we erop terug. Want wij vinden dat dit gewoon normaal geaccepteerd moet zijn op scholen, op straat, in de poort, bij je buren, overal. Ja, nou, super.